is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week bouwproject Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht van start. Helpt meedoen aan het project 30 dagen gezonder op termijn echt. De Haakclub in de Loosdrechtse bibliotheek. Een vooruitblik op de uitvoering van de Matthäus Passion in Laren. Het Haveloos Mannenkoor gaf een concert in Ankeveen. En het leek wel zomer. Na jaren van veel gedoe en geduld werd op donderdag 14 februari eindelijk het startschot gegeven voor de bouw van een aantal appartementen en pakhuizen bij de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. Voor vandaag gaan we zo die kant op. Dan zal de lokale burgemeester en wethouder een handeling verrichten. En daarna lopen we even terug hier om met elkaar toast uit te brengen op een voorspoedige oplevering van blok A. Onder belangstelling van een deel van het college, diverse raadsleden, vertegenwoordigers van het bouwbedrijf en toekomstige bewoners werd een klein feestje georganiseerd. Dames en heren, met deze enorme schaar, ouderwets ook vind ik het wel traditioneel, een lintje doorknippen. Dat is echt voor de eerste keer dat ik dat doe. Maar, vol overgave, openen we hierbij het terrein. Voilà. De Porseleinhaven dankt zijn naam aan de porseleinfabriek die er eind 18e eeuw stond. Deze was een initiatief van dominee de Mol en bood werkgelegenheid aan Loosdrechters die als gevolg van overvloedige turfwinning hun werk in de landbouw waren kwijtgeraakt. De eerste fase van dit bouwplan Porseleinhaven bestaat uit 7 appartementen en 4 pakhuizen aan de Boegspriet. Als ook de volgende fases zijn gerealiseerd, vormt dit deel van het dorp samen met het nabijgelegen Kompas het nieuwe dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. De GGD Gooi- en Vechtstreek organiseert in de maand maart het project, of de uitdaging moet ik meer zeggen, 30 dagen gezonder. Dat deden ze vorig jaar ook en dat was een groot succes. We hebben toen wat mensen gevolgd en dan gaan we nu eens even vragen of ze het echt hebben volgehouden na een jaar. Het heeft dus geholpen, 30 dagen gezonder. Ja, in ieder geval om het een push te geven, ja, inderdaad. Goed. Doe je nou nog juist weer wat meer? Omdat je natuurlijk al wat bewuster gemaakt bent, dan ga je dan toch wat meer ondernemen. Ja, ik doe wel meer. Ja, daarvoor was ik me wel bewust van bewegen, maar sinds dat je 30 dagen echt er continu mee bezig bent, zeker wel. Oké, wat bijvoorbeeld? Wat ik zeg, dat je bewuster bent, dat je toch elke dag even naar buiten gaat. Ja. Of in ieder geval ergens probeert in je dag een moment van bewegen in te bouwen. Ja. Merk je dat het werkt met je werk ook, met je motivatie, als je weer terug bent? Nou, in ieder geval, je bent een stuk scherper. Oh, toch wel? Ja. Ja. Je bent even een stuk je hoofd scherper. Leeg. Okay. Ja, even frisse lucht. Ja. Nou, zet hem op, joh, en wandel ze. Dank je wel. 30 dagen gezonder. Mm-hmm. En is het hele jaar gezonder geweest? Het hele jaar zijn we gezond gebleven. Ja? Ja? Want dat was met name jouw streven, jouw uitdaging? Verschillende dingen eigenlijk. Uiteindelijk wil je natuurlijk gezonder willen worden, fitter. Ja. Fitter je koppie ook. Sporten helpt daar, vind ik, enorm bij. Hè? Maakt natuurlijk een bepaald stofje los. Ja. Waardoor je je wat vrolijker gaat voelen, krachtiger. Doordat je sport, ga je automatisch ook wat beter op je voeding letten. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. En jij ging met name fitness. Dat is dus veel apparaten en dergelijke. Vooral krachtsport inderdaad. Ja. Je merkt wel als je fitness een tijdje doet dat het saai begint te worden. Ja. Het is natuurlijk elke week weer hetzelfde mm-hmm. rondje. Dezelfde spieren die je traint. Dus ik heb besloten om ook lekker het squashje weer op te pakken. Ja. 1 keer in de week. Om nog een beetje diversiteit erin te hebben. Ja, okay. Je moet ook je trainingsschema veranderen. Een keer wat anders doen. Ja. Om het leuk te houden. Maar uiteindelijk werkt het verslavend. Hè? Ik zeg, als jij ongeveer 3 maanden jezelf ertoe zet om 3 keer, 4 keer in de week te gaan. Op een gegeven moment dan moet je gaan. Dus als je dan een keer niet gaat. Dus dan komend jaar ga je gewoon weer door met ik ga gewoon fitnessen. Ik blijf het gewoon, gewoon doen. Bevalt me prima. Ja, en jij merkt vooral wat jij vorige keer al zei. Probeer een goede balans te vinden, hè, met je energie. Eigenlijk in alles. Hè. Eerst wou ik sporten voor mijn lijf en nu sport ik om lekker te eten en te drinken. Goed zo. Dus door de week laat ik het allemaal staan. Ja, okay. En in het weekend dan geniet ik lekker. Goed zo. Ruim een jaar geleden waren we te gast bij een groep enthousiaste vrouwen die in de bibliotheek van Loosdrecht bij elkaar kwamen om samen dekens te haken.
Doel was het wereldrecord grootste deken te verbeteren en het Guinness Book of Records te halen. Dit alles in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Met bijdrage uit binnen- en buitenland is de recordpoging geslaagd en het doel ruimschoots gehaald. In juli 2018 werden ruim 11.000 dekens provisorisch aan elkaar gezet en tentoongesteld in een park in Tietjerk, vlakbij Leeuwarden. Missie geslaagd dus, maar na de vakantie ging het bij sommige vrouwen toch weer kriebelen. Ze wilden opnieuw gaan haken, ook vooral weer dekens en nu voor mensen in de eigen regio die deze dekens goed kunnen gebruiken, onder andere in zorgcentra. 1,40 bij 2 meter. Een beetje onder valse voorwenselen werd de pers uitgenodigd om in de biep te komen kijken. Op 15 februari was het warme truiendag. De dag waarop mensen worden opgeroepen hun verwarming een graadje lager te zetten en een lekkere trui aan te trekken. Zo'n trui kun je natuurlijk ook zelf breien. Het was alleen die dag zo warm dat het geen truienweer was en de animo om te gaan breien was er dus ook niet. De huidige groep is iets kleiner dan die van vorig jaar. Het werktempo en de productie erg verschillend, maar toch lagen er die middag flinke stapels vierkante lapjes klaar om weer aan elkaar te haken tot een lekkere warme deken. Dit is de grootste hoek en dan heb je er 9 en hier 9, 9, 9, 9 en dan ga je naar 8. En dat kan nog een heel gepuzzel zijn, want het oog wil ook wat. Dan maak ik banen, zeg maar. En dan laat ik als dat alles de andere aan is, dan gaan we de baan. Wereldsmiddags om 14:30 vindt hier in de Sint-Jans-Basiliek van Laren een uitzonderlijke uitvoering plaats van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach, de Matthäus Passion. En ik praat daarover met twee gerenommeerde zangers, Maarten Koningsberger en Raoul Stefani. De Matthäus Passion, wat doet jou dat? Nou ja, jij zei net zelf al, het is natuurlijk het meesterwerk van Bach. Tenminste, zo wordt het algemeen gezien. Het is zoiets groots, er komen zoveel emoties langs. Het is natuurlijk een religieus werk, maar ook als je niet gelooft, gaat het over hele basale emoties. En het gevecht natuurlijk van zoals? Jezus. Nou, er komt verraad langs, er komt liefde langs, er komt angst dat je niet zo sterk bent als je zou willen zijn langs, er komt dood langs, het lijden, het zien gebeuren van iets wat onafwendbaar is en waar je niets aan kan doen. En dat zit allemaal in het verhaal, maar ook in de muziek. Ja. Er heeft dus iemand gezegd, ik geloof niet, maar als ik de Matthäus hoor, dan word ik gelovig. En dat is wat het is. Dat maakt het zo groot. En Raoul, jij bent inmiddels begin je te schitteren op het internationale podium. Zoals Maarten dat natuurlijk ook al heel lang doet. Wat doet het jou? Want je bent een jong mens en dan kom je toch in een zwaar klassiek werk. Hoe ervaar je dat? Nou, ik ervaar het helemaal niet als een zwaar klassiek werk. Omdat het zo'n spannend verhaal is wat iedereen meeneemt. Of je nou gelooft of niet, er zit voor iedereen heel veel herkenbaars in. Dus ik ben heel blij om elk jaar, ik verheug me enorm op die Matthäusperiode elk jaar. Want dan heb je in een korte periode heel veel Matthäus, vaak in kerken, dat is extra leuk. Dus ik ben heel tevreden daarmee. Ja. Ja. En hoe ervaren jullie het nou dat het een volledige Nederlandse cast is? Ja, dat is fantastisch. Ja, dat vind ik ook geweldig. Nederland heeft zoveel goede zangers. We hebben echt heel veel goede zangers. Ja. Ze werken bijna allemaal in het buitenland. Ja, je ziet ze nooit. Ze zijn Nederlands. En het is toch raar eigenlijk dat het bijzonder is dat we een helemaal Nederlandse cast hebben. Dat zou heel normaal moeten zijn. Ja. Nou, wilt u daar getuige van zijn, dan kan het dus op Palmzondag 14 april om 14:30. En als u daar kaarten voor wil bestellen, belt u dan met 0900... 9203, de Nationale Theaterkassa. Dank jullie wel. Graag gedaan. Nou, in één keer in het jaar hebben we dan een nieuwjaarsconcert. Soms noemen we het een lentekriebelsconcert, afhankelijk van de datum. Ja. En dan doen we dat in de kroeg in Ankeveen Wapen. He
Hebben jullie strenge regels of is het allemaal gezelligheid? Het is vooral gezelligheid. Het is de regel die we wel hebben is dat ze toch wel een beetje letten op de dirigent en op de begeleiding. Maar voor de rest is het puur gezelligheid. Hoe vaak repeteren jullie? 1 keer in de 14 dagen. En na afloop van de repetitie nog een drankje of gaat iedereen dan lekker naar huis? We repeteren van 10:30 tot 10:30. Dat komt omdat er nog een ander koor is in Ankerveen waar een aantal leden lid van zijn. En dat stopt om 9:00, dus daarna gaan wij verder. En om 10:30 stoppen we en dan hebben we in de kantine van het hoveniersbedrijf G. Leurs hebben we een gezellig drankje, een hapje, een kaarsje, een borstje. Elke 14 dagen weer. Hebben jullie dit jaar nog leuke optredens in het verschiet? Wij gaan onder andere optreden in de feesttent in Schravenland. Bij de stichting Festiviteiten Schravenland. Dat is het weekend voor Moederdag, vrijdag, 's ochtends om 11:00.